Ja! Ik ram jullie allemaal kapot! Wat doen jullie hier? Oh, eens eventjes, dit is geen Wind Waker. Mag ik technisch mankement. Hoe durven jullie? Ik ben gewoon rustig eventjes een spelletje aan het doen. En nee hoor, jullie komen zomaar in één keer binnenvallen te bombarderen van... Hé, Zelda-player, je moet dat nemen! Je moet de Wind Waker gaan doen! Ik was eventjes Hyrule Warriors aan het doen. Mag dat nou ook al niet meer? Ah. Maar goed, goedemiddag allemaal. Daar ben ik weer, Zelda-player 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda, de Wind Waker in HD. Jap, we zitten er weer. In de vorige aflevering ben ik naar Dragon Roost Island gegaan, al gezien dat we genoeg hadden van de sidequest. Ik heb weer een Miiverse bordel opgepakt waar we toch bijna niks mee doen, dus waarom zou ik het erover hebben? En ik ben offscreen inderdaad heel eventjes geweest vanwege de Golden Feathers waar ik het over had. Want zoals jullie nu krijgen te zien, zien jullie dat ik er 21 heb in plaats van 18. Hoe is dat nou mogelijk? Heel erg simpel, ik ben gewoon heel eventjes naar een vulkaaneilandje gegaan wat hier ten zuiden van ons ligt. En daar ben ik even een paar keer op en neer geweest in en uit de vulkaan vanwege Golden Feathers. Al dat je daar ook eigenlijk van die vogelbeesten hebt, maar dat maakt niet uit. Goed, we horen dus zeg maar een muzikaal instrument waar we naar op zoek waren. En eventjes voor de duidelijkheid, dit is de eerste keer dat ik het opnemen zonder timer. Want de timer met knippen en plakken en al die onzin, ik was er een beetje klaar mee. Ik vond het vervelend worden de hele tijd aan knippen en plakken. Net zoals dat ik die middenboddel... Juist. Ik zat heel eventjes te kijken wat die Miiboddel dinges was, maar het was niet. Hè? Ja, dat er een reactie op was gegeven op een van mijn boddels. Ik weet niet welke boddels, maar dat maakt niet uit. Goed. Het eerste wat we gaan doen, nadat je hier terugkomt, is er hier... Ja, het zijn toch weer een paar sidequests die we moeten doen. Ik kan er helaas niks aan doen. Zien we hier dat er een nieuwe werknemer is. Hey man, I'm the new part-timer. Aangezien dat dit een sidequest is, gaan we hem niet helemaal voice acten. Maar hij is een beetje van, weet je, ik heb werk nodig. Want er komt een nieuw spel uit over twee... Nou, eigenlijk morgen, want ik neem het van... Ik neem het vandaag op. Ja, mijn telefoon ging af. Ik neem het vandaag op. En ja, weet je wel, er komt een nieuwe Smash uit. Ik kom morgen en ik moet er toch voor werken. Dus, maar jij bent toevallig Stefan, of niet? Ja man, ik wist het. Je bent echt een legende hier onder de parttimers, man. Je bent echt geweldig. Je hebt ooit eens een keer 25 gedaan. Kun je dat nog een keer doen voor ons? Ja, natuurlijk. Dus hij vraagt ons weer om de 25 letters te willen doen. Nou, wil ik mijn eigen niet helemaal voor schut zetten. Dus lijkt het mij even... Handig. Dit gaat fout. Ik wil me eigenlijk niet voor schut zetten. Kom op. 25. Ik kan dit halen. Oh. Kom op. Oh, dit gaat fout. Kom op. Kom op. Kom op. Oh, ruim. Ruim. Nou ja, ruim 26. Je moet net goed. Oh mijn god, 26 letters, dat is geweldig gast. I'm so impressed, serieus man, je bent echt het beste. Ik moet mijn moeder dit vertellen, echt serieus, dit moet mijn moeder weten. Hé, ik heb eventjes een vraag aan jou man. Aangezien dat ik niet zomaar in één keer hier mijn brief tussen mag fleuren, zou jij deze alsjeblieft eventjes op de post willen doen, want ik mag niet weg, ik heb nog dienst weet je wel, man. Ja. Dat is tegen de rinkels van zijn kozijn, nou. Dus als je dat gedaan hebt, wil je die dus zo snel mogelijk in de briefbus doen. Nou, dat gaan we zeker ook eventjes doen. Maar als ik me niet vergis, deze guard hier... Was jij toevallig? Hé hey man, ik ken jou. Ja, je hebt ondertussen dezelfde vet. Hij is de gast, zeg maar, waar je de Golden Feathers voor wil geven. Dus als je eventjes op hem lokt en je drukt eventjes op de Golden Feather button... Dan is hij helemaal geweldig over de gouden verder. Nou, ik heb er 21. Je heeft er 20 nodig. Ik dacht 21. Ik neem er altijd eentje mee voor de zekerheid. Die gaat ook een brief sturen... En dan krijgen wij een Orange Ruby. Nou, die Orange Ruby is niet de reden waarom dat je deze sidequest wil doen. De reden waarom dat je deze sidequest wil doen zal later wel ergens plaatsvinden wanneer dat de postbode zin heeft om het te doen. Dus dat ligt helemaal verder buiten onze handen. Zoals je dus nou nog ziet, hebben wij nog één golden verder over. En die bewaren wij mooi. Nou, dan hebben we nog eventjes die brief die we eventjes moeten posten. Gaan we ook eventjes maar gelijk doen en dan zijn we daar ook weer vanaf. Hallo, ik heb een brief die ik wil posten. Graag gedaan. Tuurlijk! Vreet mijn geld maar weer op. Ik zal eens even aan die dude even vragen of ik die 5 rubies nog terug kan krijgen. Ik bedoel, dit vind ik heel erg... En is het jullie trouwens niet opgevallen? We kregen nog niet eens betaald voor dat werk. De eerste keer kregen we betaald, weet je nog wel? Toen kregen we iets van 20 rubies, toen kregen we 60 rubies, toen kregen we 180 rubies. Iets in die trend of zo, weet ik van wat. Voor 3 rubies per letter was 75, niet 180, maar dat maakt niet uit. Maar ja, het probleem is, we hebben het nou dus voor hem gedaan en hij gaat nou dus lopen te vertellen... Hé, hey, kerel, jou ken ik. Kerel, mag ik tegen je praten? Kerel, jou ken ik. Dude, hi. Hallo daar. Ja, hoi. Nee! Ik heb het net voor die gozer gedaan. Hé, hey, gast. Gast! Ik heb net jouw werk gedaan. Ik wil geld. Het kostte me 5 rubies om je brief... Nou, laat maar ook zitten. We gaan op zoek naar Medli. Aangezien ik in de vorige aflevering zo dom was dat ik die naam niet eens kon herinneren. Echt, ja, serieus. Ik noemde mij hier even dom. Ik ben echt dom. Scheelt mij weer editwerk. Kom op, een beetje respect, hè. Al dat editwerk met HD. Dat is ook behoorlijk irritant af en toe na een tijdje. Ja, daarom hou je er daar niet mee op. Hé, eens begonnen met een grap, dan ga je door met een grap. En heel veel die zijn benieuwd hoe vaak ik de HD-grap ga maken in deze 100% run. Ondertussen zitten we al over de 150 heen, dus het zal wel goed zijn. Hi, Medli! Waarom ben je hier aan het spelen op dat ding? Heel erg toevallig op het moment dat wij op zoek zijn naar dat ding. Hi, Stefan. You're okay. I know Prince Komali been asking me all about your adventure, Stefan. I can the rest easy now if I have seen you safe and sound with my own eyes. Prince Komali turned out into a fine young adult, hasn't he? Ja, en jij bent nog steeds hetzelfde. Recently, I've been even begun doing things in my own guidance, even consistently against the Prabhu. Watching Prince Komali grows up with a pride, but it makes me a little sad as well. I wonder how this is mother feels. Oh, but the listeners will coming on. Oh wait, I must sound hey, haha, woohoo. Well, I better continue practicing so that I can be useful around you too. Performing music like this is an important duty of an talent. Waarom dan? Maar goed, ik heb een nummer voor je. Moet je dit eens proberen. Hey, is dat de Wind Waker? Ja. Stefan, wil je conduct me? Nee. I wonder how I'll do. Oké, nou, probeer dit nummer eens. Ik hoor je muziek niet. Je snaren zitten los. Je snaren zitten los. Er komt geen geluid uit jouw instrument. Hallo, je moet het nog spelen. What a mysterious song. It sounds so familiar. Je hebt het liedje nog niet eens gespeeld, muts. It's almost as something is forgotten is trying to remember it. Ik ken één die voice actor vandaag, ik weet niet wat het is. Oh, I feel... Rap, slow motion. Oh, kijk, het is die Zora weer. Zaruto. Hier, dat kan ik weer wel onthouden, hè. Hallo. Kijk, ik heb die harp die jij nu hebt. En mijne doet het wel. Bij jou zit er een snaartje los. Oh. Zeggen, waarom nog wakker? Wow! In één keer heeft ze er ook open, zagen jullie dat? Je ziet nog niet eens dat ze er ook open doet of zo. Just now a sage spoke to me. She spoke so gently. Het enige wat ze deed was een muziekje spelen. Ze heeft niet gespreekt. There's something that I must do. Echt waar? Je weet dat je in mijn armen ligt, hè? Stefan? Ja. Thanks to you, I've been awakened to the knowledge of that I'm the sage of the Earth Temple. Ja, zou je niet zo overeind komen of zo? Ik bedoel, serieus, je ligt nog steeds in mijn armen. Je wordt nog een beetje zwaar. Ik laat je dadelijk vallen. There's actually something that I can do to help this world. It's incredible. Ja, geweldig. Sta nou maar overeind op je eigen benen. Kom op, zeg. Wordt zwaar in mijn armen. I bet my teacher knew all about this. Zou best kunnen, maar over 10 seconden laat ik je gewoon vallen. Stefan, please, you must take me to the Earth Temple. We must hurry and take... jongen, het houdt niet op. We must hurry and wake the power to repel evil that sleeps within the Master Sword. And I sound like Mickey Mouse. Ho, 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 hi everybody. Oké. Hey Komali, alles kids? Jij groeit wel, hè? Oh, nou gaan we zitten. Let's go now. Quickly and quietly. Oké. Oh, Komali. I just want him to remember me as a simple attendant. Niet mijn probleem. Nou ja, Komali die wou ook heel eventjes hoi zeggen. Dus in plaats van dat je dan even hoi terug zegt en gewoon zegt van nou ik ga mijn kamer opruimen en dan gewoon sneakendly. Nee hoor, je laat hem gewoon barsten. Ik bedoel serieus, zijn we niet die eerste scène, weet je nog dat het een klein mannetje was en dan komt er denk ik Medli aan en ik duwt hem zo naar voren toe en dan is Medli nog zelfs eigenlijk groter dan, ja. Maar goed, we hebben nou dus, even wacht hoor. We hebben nou dus Medli op onze boot. Dus kan ik even naar Switch. Even kijken, zo. En het grappige is, ik heb hier al een foto van gemaakt. Dus ik ga heel eventjes door mijn Miiverse heen bladeren. En dan zou ik jullie heel eventjes die foto laten zien. Want ik heb hier al eigenlijk een foto met een Miiverse post van gemaakt. Dus daar ga ik nog heel eventjes naartoe. Dus ik maak heel even een knipje en dan zie ik jullie bij die foto. En waarom dat ik nou niet zo deed? Paal. Hou het daar maar op. En hier hebben we dan heel erg toevallig die foto waar ik het over had. Zelda is not gonna like this. Ja, zo plaats ik af en toe nog wel eens een keer hier en daar wel wat op... ja, hier, ik verzuip hier. Zo plaats ik af en toe ook nog wel eens wat op ja, op Miiverse dus. Terug naar het spel. En dan zijn we dan weer terug bij het spel. Nou, we moeten dus naar de Earth... Dank je. We moeten dus naar de Earth Temple toe, maar er is even één ding, aangezien dat we de vorige keer nogal veel Link gebombardeerd waren, is er nog even heel even één klein ding wat ik heel even wil doen met de Mother and Child Island. Voor de rest moet ik zeggen, ja, het is wel even leuk om die Miiverse dingen te laten zien en alles, dus... maar ja, je kunt het allemaal natuurlijk zelf ook op je eigen Miiverse vinden, je kunt followen en alles, ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar ja, dat is altijd natuurlijk te doen. Ik moet zeggen, de vorige keer dat ik één keer een Miiverse heb geplaatst, ik kreeg in één keer 41 berichten in mijn Miiverse. Hartelijk bedankt daarvoor. Maar ik heb er ook eentje, zeg maar, die stuurt me altijd maar al berichten over suggesties van wat ik moet gaan let's playen. Alsjeblieft, ga dat niet doen, want dat is nogal irritant. Ik zeg het heel eerlijk, dat is gewoon irritant. Volgens mij kan alleen vrienden dat. Ik ga niet iedereen als vriend accepteren. Dus voordat je vriendschapverzoeken gaat sturen, doe dat alsjeblieft niet. Want kan niet iedereen natuurlijk accepteren. Want dan is mijn vriendenlijst gelijk vol. En die is al bijna vol. Omdat ik met heel veel mensen natuurlijk samenwerk, et cetera, et cetera. Maar goed. Nou gaan wij eventjes die empty bottles. Die gaan wij heel eventjes zo vullen met veetjes. Sad, sad little fairy in a bottle. Aangezien dat we dus nou weer een dungeon ingaan en we nog steeds op hero mode spelen. Dus of moet ik nou zeggen omdat het 2 oktober is in horror mode? Oké, ja, nou heel erg gezellig. Maar wat ik dus eigenlijk, ja, heal mij eens eventjes. Jij mag dan, of niet, dank je. Maar ja, ik moet wel zeggen, ik baal als een steker. Ik had gehoopt dat ik nou ondertussen de nieuwe Smash kon doen, maar helaas kan dat dus nog niet. Oké, nou, dan gaan we dus hier naar Outset Island. Word je al duizelig, Medli, van al die watertornado's waar we in gaan? Nou, in ieder geval, wat ik dus wel weet van mezelf is... nou dat we geen timer hebben, is het dus inschatten hoe lang dat ik een aflevering wil hebben. Dus een aflevering kan nu inderdaad variëren van 15 minuten tot 30 minuten. Ligt eraan hoe lang dat ik in die aflevering zit. Eventjes op de map eventjes kijken, want ik moet natuurlijk wel eventjes de goede richting op gaan. De goede richting is die kant op. Bijna goed, bijna goed, bijna goed. Zo, ja. En ondertussen dat we naar dat eiland toe varen, kan ik dan heel eventjes vertellen over waarom dat ik daar besloten heb. In de Wind Waker heb je zoveel knip- en plakwerk. Sommige dingen knip je eruit, normaal gesproken zou ik dit er ook uitknippen. En dan moet je die timer weer pauzeren, dan moet je die timer weer niet pauzeren en onpauzeren. En heel die timer, dat klopt dan bijna helemaal van geen ene kant. Laatst had ik toevallig 30 minuten opgenomen, volgens de timer. En toen zat ik op de 20 minuten hooguit. Volgens mijn timer de laatste keer had ik maar 10 minuten opgelopen en toen zat ik in één keer op de 18 minuten. Dus het klopt allemaal van geen kant. Dus de timer dat schiet niet echt op. Vandaar dat ik heb gezegd, ik gooi hem eruit. Dus ja, de opnames kunnen nou allerlei tijden eigenlijk hebben. Maar ik hoop nog wel natuurlijk het 1,5 uurtje aan te houden. Dus Medli, listen careful to what I am about to tell you. The temple ahead is a nest of evil creature, the same creature that stole the life of your predecessor, the sage. It is a dark and frightening place. Even voor de mensen, dus in de Windweker, of in de Windweker. In Majora's Mask is niet het enige spel waar mensen doodgaan. In Windweker net zo goed. Maakt het nog niet het huidige spel, maar dat maakt niet uit. Goed. That is why, if you do nothing else, then at least do this. If Stefan comes near you and does something, you do something too. And if he does something, you do something too. And I'm actually having some tutorial here dat ik zelf ga uitleggen. En Stefan is Medli. Ja, dat moet ik allemaal dadelijk zelf uitleggen, King of Red Lion. Dat ga ik jou niet voor je zeggen. Dus Medli protect Stefan en Stefan protect Medli. Nou, dat maakt zelf wel uit. The power to repel evil shall surely be returned to the Master Sword. Oké. Okay. Tam, 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 tam. Tam, 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 Star Wars, voor geen reden. Ik zou ook niet weten waarom dat ik Star Wars erin gooi, maar dat maakt niet uit. Nou, wat we hier dus moeten doen is, nou, deze zou dus breken op het moment dat we dit nummer zouden spelen. Maar, jongens, dat laat ik zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker. Aangezien dat we een dungeon in gaan, is dit de laatste keer dat we een selfie... Ik maak weer een foto, hè. Is het laatste keer dat we een selfie gebeuren kunnen doen. Ik weet het, is heel erg vervelend. Nou en? Niet klagen. We houden de spanning erin in de tempels. Dus geniet nog eventjes van dit selfie momentje. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien morgen in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Oh, serieus. Maar goed, ik hoop jullie dan allemaal weer te zien. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Hopelijk vonden jullie het grapje van Hyrule Warriors in het begin heel erg leuk. Ik moet toch even een geintje af en toe maken. Waarom ook niet. En natuurlijk, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Legend of Zelda The Wind Waker. Jullie weten het wel ondertussen. Oh, ik ga het niet nog een keer zeggen. Dus bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei! Yeah!